Eugenie-artsen is gekozen tot Nijmegenaar van het jaar. Ze is pas de tweede vrouw die deze eretitel toebedeeld krijgt. Aarts ontvangt de titel vanwege haar vrijwilligerswerk voor Stichting Gratis Tweede Kansje, waarmee ze mensen die onder het minimuminkomen leven helpt aan gratis spullen. Wat wij doen met deze stichting is uitsluitend gezinnen helpen die onder de bijstandsnorm leven. Toen ik te horen kreeg dat ik Nijmegenaar van het jaar was, toen was ik echt sprakeloos. Ik wist even niet wat ik moest zeggen tegen de burgemeester. Het was heel overweldigend en het is wel fijn dat je een eerbetoon krijgt voor het werk wat je dan al jaren doet. We hielpen in 2015 zo'n 250 gezinnen. En sinds wij zijn samenwerken met de voedselbank die 600 klanten heeft. En met crisisinstellingen is dat verdriedubbeld. En we zitten gemiddeld op 60, 65 gezinnen per week die wij spullen verschaffen. Wij krijgen zo'n 2000 goederen per week van verschillende donateurs. En één keer per jaar krijgen we van de Albert Heijn de speelgoedactie. En dat zijn zo'n 150 containers speelgoed die dan binnenkomen en gesorteerd moeten worden en uitgedeeld. Dus het is een flinke hoeveelheid wat ook verwerkt moet worden. En daarom gaan er ook zo'n 700 goederen elke week via de Facebookgroep weg. En daarnaast nog naar de crisisgezinnen die niet aangesloten zijn op Facebook.